Koppen. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En eigenlijk is het ook al middag. Het is inmiddels 2:15. Maar ik heb echt heel erg lekker lui gedaan. Ik heb echt tot een uur of één of zo in bed gelegen. Ik heb wel gewoon ontbeten hoor. Maar ik ben gewoon lekker teruggegaan. Ik was natuurlijk super moe van gisteren. En ik had gewoon wat last van wat dingetjes. Dus ik dacht, ik blijf even lekker in bed liggen. Het kan vandaag tenslotte, want ik heb niet heel veel te doen. Ik heb net even een video gemonteerd, zodat die online kan. En ik ga denk ik nog wel wat meer monteren. Dan heb ik even weer wat speling. Ik moet naar de fysio vanavond en naar het koor. En verder ga ik gewoon een beetje tutten. Een beetje boodschapjes doen. Gewoon, ja, lekker een vrije dag houden, zeg maar. En ik moet mijn huis opruimen. En het is echt een gigantische bende. Want ik heb het vorige week niet gedaan, omdat ik gewoon te druk was en te moe en te veel pijn. Maar ja, ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Dus ik denk dat ik bij de supermarkt iets lekkers ga kopen. Zodat ik dan een soort van beloning heb of zo. Ik weet het, klinkt heel kinderachtig, maar ik denk dat ik dan wel iets sneller werk. Het is namelijk echt heel veel. Ja, niet zoveel zin in. Dit is best cool. Hierachter is mijn PlayStation bezig om de beelden die ik vorige week gemaakt heb van mijn Pac-Man, mijn eerste spel, te uploaden, zodat ik die in mijn vlog kan doen. Als het goed is, is het gelukt. Dan hebben jullie het al gezien. Hebben jullie geen Pac-Man beelden gezien, dan is het mislukt. Maar ik hoop dat het lukt. Hij doet er nog een uur over, dus ik even chill in bed. En als ik dan toch in bed lig, kan ik net zo goed iets nuttigs doen. Ik ga weer 25 vragen beantwoorden van de 100 vragen die je nog nooit gesteld zijn, tag die ik van Sophia kreeg. En daar gaan we. Wanneer heb je voor het laatst een portretfoto laten maken? Dat was, ik denk 2 maanden geleden voor mijn dierentuin medewerkerspas. Vind je musicals stom? Nee. Ik hou van musicals. Daar kan ik echt van genieten. Vind je kerst stressvol? Nee, ik vind het zo relaxed. Ik vind het echt een van de fijnste periodes van het jaar. Ooit pierogi gegeten? Pierogi? Weten jullie wat dat is? Ik heb geen idee, dus ik denk niet dat ik het ooit op heb. Je favoriete fruittaart? Appeltaart of echte Limburgse abrikozenvlaai? Wat wilde je vroeger worden? Een koe. En daarna was het variërend van juf tot arts tot ja, van alles. Geloof je in geesten? Ja, maar niet in geesten zoals dat spooky en enge negatieve, maar wel dat er meer is, zeg maar. Ooit een déjà vu gevoel gehad? Ja. Wat voor vitaminepillen neem je dagelijks? Nou, ja, op doktersadvies heeft hij mij vitamine B-complex en D voorgeschreven. Verder voor mijn weerstand gebruik ik Echinofors en vitamine C. En ja, ik ga weer beginnen met multivitamine. Draag je slippers? Nou ja, in de zomer. Of als ik naar de sauna ga. Draag je een badjas? Nou, eigenlijk alleen als ik naar de sauna ga. In huis hou ik het toch bij een huispak en een extra dekentje. Wat draag je in bed? Een pyjama. En het liefst van badstof of flanel. Mijn eerste concert. Dat was het Pittige Tijden popconcert. En ja, dat was echt gigantisch. Dat was heel leuk. Ik ging erheen met mijn basisschoolvriendinnetje Petri. En ja, mijn moeder was er ook bij. Ja, we waren gewoon basisschoolkinderen. Maar dat was mijn allereerste concert. Kruidvat Ethos of DA? De Ethos. Dat vind ik een hele fijne winkel. Hij is goed toegankelijk. En bij de Kruidvat heb ik er altijd moeite mee. Maar soms, als er iets bij de Kruidvat in de aanbieding is, of ik heb een mascara nodig, dan ga ik naar de Kruidvat. Nike of Adidas? Nike. Maar Adidas ook wel weer voor de petjes. Cheetahs of Doritos? Doritos. Pinda's of zonnebloempitten? Pinda's.
ooit van de groep Trabien gehoord? Nee, maar ze zullen wel uit Frankrijk komen, denk ik. Heb je dansles gehad? Ja, ik heb stijldansen gedaan toen ik naar de middelbare school ging. En ik heb het nog best lang volgehouden tot Gouden Ster. Wat voor beroep doet je man later? Nou ja, ik hoop iets waar hij gewoon heel gelukkig van wordt. Maar als mijn man fysiotherapeut zou zijn, dat zou echt wel heel fijn zijn. Kan je je tong oprollen? Ooit een spellingswedstrijd gewonnen? Ik heb er nooit aan meegedaan, maar ik geloof ook niet dat ik eraan mee ga doen, want daar ben ik niet zo goed in. Heb je ooit gehuild omdat je zo gelukkig was? Jazeker. En dat is gewoon heel fijn. Heb je recordable cd's in huis? Nee, eigenlijk niet. Ik doe daar niks mee. Kun je ze branden? Ja, ik zou weten hoe het moet, maar ik zie de nut er niet van in, dus ik doe het niet. Ooit verliefd geweest? Ja, wel meer als ooit. Naar welk concert zou je graag willen? Oeh, ja, er zijn wel meer concerten waar ik heel graag heen wil. Ik zou graag naar Kensington willen. Pentatonix, als ze ooit een keer deze kant op komen. Ja, Nickelback vind ik ook heel vet. En Coldplay, daar zou je me ook wel gelukkig mee maken. En in Nederland, Guus Meeuwis. Wat was het laatste concert dat je bezocht hebt? Oeh, even nadenken. Het laatste concert, dat was denk ik Guus Meeuwis. Oh nee, daarvoor ben ik ook nog naar het Bevrijdingsfestival geweest. Ik moest er wel werken, maar ik was er wel. Hete thee of ijsthee? 'S Avonds hete thee, overdag ijsthee. Thee of koffie? Alle twee. Ik vind het alle twee echt heel lekker, dus ik zou ook geen keus kunnen maken. Mars of Snickers? Mars. Kun je goed zwemmen? Ja, best redelijk. Kun je onder water zonder je neus dicht te krijpen? Nee, want ik adem door het neus en door mijn mond en ik adem onder water en dat wordt één grote rampenplan. Ben je een patiënt? Ja. DJ of een band op je bruiloft? Ik ga voor een live band. Heb je ooit wedstrijd gewonnen? Ja, ik heb natuurlijk tafeltennis gedaan in de selectie, dus ja. Heb je plastische chirurgie gehad? Nee. Wat vind je lekkerder, groene of zwarte olijven? Nou, eigenlijk geen van twee. Ik vind olijven zo verschrikkelijk vies. Kun je haken of breien? Ja. De beste plek voor een open haard? In de woonkamer. Wil je trouwen? Ja. Als je getrouwd bent, voor hoe lang? Wat is dat nou weer voor vraag? Alsof je ervan uitgaat dat als je trouwt, dat het maar voor een paar jaar is. Nee, als ik trouw, dan is het gewoon voor de rest van mijn leven. Wie was je middelbare schooltijd crush? Oeh, ik denk Jesper. Word je boos als iets niet gaat op jouw manier? Nee, ik word niet boos, maar ik word wel hevig gefrustreerd. Heb je kinderen? Nee, wil je kinderen? Ja, ik denk het wel. Maar dat is in mijn geval nog wel wat lastiger. Mijn favoriete kleur is roze. Wil je begraven worden? Ja. En wat mis je nog? Ja, eigenlijk helemaal niks. Dat waren de 100 vragen die nog nooit iemand mij gesteld heeft. Ik hoop dat je ze leuk vond en je nu een beter beeld hebt ook van wie ik ben en alles. Heb je nou ook een leuke tag of een vraag? Laat het mij weten, tag mij en dan beantwoord ik ze in mijn vlog. Dat is leuk thuiskomen. Ik snap wel waarom ik vandaag al niks kan doen. En als ik gewoon heel rustig zit en niks doe, gaat het prima. Maar zodra ik echt iets moet gaan doen, inspanning moet leveren, gaat het mis. En nu snap ik ook waarom. Bij de fysio heeft hij mijn saturatie gemeten. Ik heb thuis ook 2 meters, maar de batterijen zijn leeg. Oeps. Het is echt wel een reminder om die vanavond op te gaan laden. Of ja, zo eigenlijk. Maar toen ik begon was het 87 en we hebben niet heel veel gedaan. En daarna was die 85, dus dat is echt heel laag.
Maar gelukkig kwam ik thuis en was daar een pakketje, dus die ga ik lekker openmaken. Kijk, hier kan dan mijn horloge opgeladen worden. En daar doe je dan het snoertje. En aan de voorkant kan het snoertje voor je telefoon. Dus heb je gewoon een makkelijk oplaadstationnetje, zeg maar. Super nice. €3,50 inclusief verzenden via Wish. Ik zit in de auto en ik ben onderweg naar het koor. En niet zozeer om te zingen, want dat gaat het niet worden met mijn longen. Maar ik dacht, ik kan thuis wel benauwd zitten zijn. Dat maakt het ook niet uit of ik dan daar zit. En daar heb ik een beetje afleiding van gezellige mensen. En hele leuke muziekjes. Ze gaan zingen voor zondag, wat dingetjes oefenen. En verder kerstmuziek. En ik hou heel erg van kerstmuziek. Dus ja, ik dacht, ik kan beter daar zijn als thuis. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik ben weer thuis van het zingen. Ik heb niet veel gezongen, maar het was wel gezellig en leuk. Alleen toen ik thuis kwam, liet ik mijn iPad vallen. En ik baal daar echt van. Nu is die helemaal stuk. Dus dat is wel echt heel erg naar. En ik heb net even op internet zitten kijken, maar de reparatie is ook nog best wel heel erg duur. Sowieso kan ik dat nu niet betalen, dus... Ja, kan ik er niet meer mee zingen. Want hij is echt te stuk om nog te gebruiken. Dus ja, daar baal ik enorm van. En dan moet ik even kijken hoe ik dan ga zingen. Maar ja, er zit niks anders op. Maar goed, ik ga nu mijn medicijnen innemen. En lekker naar bed. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Ik ga iets heel erg leuks doen. Als het lichamelijk een beetje toelaat. Het is gelukkig niet actief, dus dat scheelt. Dus hopelijk zie ik jullie morgen allemaal weer om 12 uur op een gloednieuwe vlog. Doei!